topsport is per definitie oneerlijk, wat wil het zijn. De spelers van Cambuur kunnen daar zo'n juster over meepraten, want ze domineerden de wedstrijd, maar vergeten te scoren. En Sparta, dat de hele wedstrijd achter de fight noorent, toch dat wol. 4 in blessuretijd. Kun je het geloven dat je vandaag verloren hebt? Nou, eigenlijk nog niet helemaal, nee. In principe zijn we een beetje bestolen hier. Of hebben we onszelf bestolen, het is maar net hoe je het bekijkt. Daar had Bakker volslaan gelijk in, want Cambuur docht hem zelfs te kwad door net te scoren. Kansen daarvoor komen er wel, benamen in de eerste helft. Dit is Wout Drosten, die vindt Michiel Hemmen, maar Pellat sluit in het paard. De allerbeste kans is voor Erik Bakker. Het begint met balverlies bij Sparta. Adnane Tigadouini onderschept. En dan een prachtige paas op de jipgeende Erik Bakker. Die komt 1-1 met de keeper, maar zijn stift gaat oer. Het bloed 0-0. Ja, die moet erin, 100%. Ik wou hem stiften, maar die stuitte net wat op, ik weet niet. Maar die moet er gewoon in en het gebeurt niet, dus dat is jammer. Ek de Nooi bloed Cambuur, de boppel is in de partij. Er wordt knap spelen en enkele mooie onvallen opzetten. Hier krijgt De Leeuw de bal voorom van Hemmen en dan de paas op Tigadouini. Die had wat rond te vaar de actie. 2 man voor de goal, maar hij gaat voor eigen succes. En dat is pietig. Het is frustrerend voor Alfons Arts. Al die kansen, maar geen goals. Maar dat kun je alleen bij jezelf zoeken. Dat moet je niet bij hun zoeken, dat moet je bij jezelf zoeken. En het is gewoon jammer, de manier waarop je gespeeld hebt. Dat je dat zelf niet beloont. Pas in de 2e helte komt Sparta voor het eerst dreigend op de helte van Cambuur. Scott van Belhassani wordt blokt, maar dan Steve Nieuwendaal. Dan zien Scott Soes het oer de goal van Dennis Telgenkamp. En daarna komt Cambuur weer. Maar De Leeuw vergeet de stekpaas te gaan op Hemmen en dan maakt het via een omwaai. Erik Bakker jouwt de bal mooi onder actieve Tigadouini. Tigadouini mooi het schot, maar ook dat gaat oer. Hij is wat ongelukkig met zijn acties. Maar de Leeuwers bluwen maar terug in. Wout Drosten brengt de bal bij Erik Bakker. Die laat hem waarom op Lucas Bijker. Scott van Jochting verloren en dan zit het ek net mooi. Cambuurkeeper Dennis Telgenkamp had dan werkelijk weer nog niet te dwan hang. De enige keer dat hij in actie komen maat is hier op het Scott van Bilate. Hij had er een antwoord op. En uiteindelijk werkt Lucas Bijker de bal voort. Maar verder had Telgenkamp een snipperdaai. Maar in een handeling stiet hem lykwols nog te wachten. Een bal uit het netvisje van Gijs Luierink. In een moment van verslapping achterin, het Cambuur fataal. Die bal die schiet, maar volgens mij schiet hij door. En Luierink, volgens mij, die kapt de bal binnen. Het is toch heel ongelooflijk dat ons dat weer in de laatste minuut overkomt. Ja, want wat gebeurt er op zo'n moment? Ja, dan kunnen we naar de grond zakken. De hele wedstrijd beter, of tenminste sowieso gelijkwaardig. En gedeeld is ook wel veel beter, denk ik. En dan we moeten onszelf gewoon veel meer belonen. Dat hebben we wel vaak gehad dit seizoen, dat dan niet gebeurt. We moeten nou niet in de war raken van dat we verloren hebben. Want als je beter bent, verlies je ook wel eens een keer. En dat gebeurt. En dat is heel erg jammer voor iedereen, voor de supporters die mee zijn en voor ons. Maar we moeten verder en we kunnen ook verder met het voetbal dat we gespeeld hebben, denk ik. Dus, het is alleen zonde dat je dan in blessuretijd zoiets weggeeft. En dat hun met de overwinningen er vandoor gaan. En dat is gewoon heel erg zuur en dat is moeilijk. Dat is moeilijk te verkroppen.